Vandaag spreek ik met Lieke van der Vorst. Lieke begon op haar 17e bij de marechaussee en werd uitgezonden naar Irak. Later werkte ze bij de politie en de ME. Ze leefde midden in een uitgesproken mannenwereld. Vervolgens maakte ze een enorme overstap naar een totaal ander uiterste. Ze ging namelijk werken als high-class escort. Uiteindelijk vloeide hieruit haar huidige werk als coach voort, waarin ze mensen begeleidt op hun pad van seksuele energie en verbinding. We spraken elkaar over wat werkelijk raakt, seksualiteit en de rijkdom van het leven. We waren al druk aan het kletsen en toen zeiden we, we moeten wel de opname aanzetten. Ja, soms vertel je al dingen waarvan je denkt van, dit mag al gedeeld worden. Ja. Ja. En wat ik leuk vond jij sprak gisteren nog een berichtje in, is dat je zei, vaak gaat het verhaal vooral over de buitenkant, de sensationele veranderingen die jij in je leven gemaakt hebt. En die zijn natuurlijk leuk om te vertellen. Ja. Maar ik vind het ook leuk om meer de diepte in te gaan. Ja. Nou, leuk. Ja. Fijn, ja, want jij vroeg een biografie. Mm-hmm. En om mee te beginnen, inderdaad. Ja. En ik heb al wat podcasts opgenomen. Mm-hmm. En dan denk ik, het is zo leuk als mensen ook iets anders van mij te horen krijgen. Ja. Want het is natuurlijk een prachtig mooi verhaal. Het is ook altijd weer een verhaal, natuurlijk. Ja. Maar er zit zoveel onder. En dat is ook dat is eigenlijk het gesprek wat ik wil voeren. Ja, precies. Ja. Ja, want om heel kort jouw verhaal. Je hebt ontzettend in de mannenwereld ben je begonnen. Als een jong meisje al, als op je 17e zei je. Ja. Bij de politie en de ME, marechaussee. Ja. Je bent zelfs naar Irak geweest, begrijp ik. Ja. En je hebt een waanzinnige omslag gemaakt. Is dat ook hoe jij het zou beschrijven? Ja, ik ben echt van het mannelijke naar het... Ja, eigenlijk het ultieme mannelijke naar het ultieme vrouwelijke gegaan. Ja. Ja. Ja, en je werkt nu met mensen, jouw bedrijf heet Lieke Raakt. Ja. En dus het gaat, als ik het goed zeg, heel simpel over aanraken. Absoluut. Letterlijk en dus fysiek, maar ook, ik neem ook aan vooral als mens, wat raakt je echt? Ja. Wat beweegt je echt? Ja, precies. Nou ja, dat is helemaal naar mijn hart. Ja. Ja. En hier, daarvoor heb je als high class escort gewerkt. Ja, klopt. Ja. Ja. En wat mij daar heel erg aan aanspreekt... los van dat ik heel nieuwsgierig ben naar het verlangen wat daar voor jou onder zat. Maar een van de dingen wat ik zo knap vind, is daar heb je een enorme moed voor nodig gehad. Om daarmee te beginnen of daarvoor uit te komen? Allebei eigenlijk. Oh ja, dat is mooi. Dat is zo had ik er niet eens over gedacht. Om daarmee te beginnen en uit te komen. Ja, precies. En want ik denk, het is een enorme cliché-uitspraak. Leven is het meervoud van lef. Ja. En toch elke keer weer, als ik naar mijn eigen leven kijk, denk ik, de echte magische momenten waren waarop ik het lef had om iets wat ik eigenlijk niet durfde toch te gaan doen. Ja, daarin verruimt de energie. Hè? Ja. Dat is gewoon zo. Ja, ja. Dat is ook. Als je de schaal van bewustzijn erbij pakt, zie je ook de vernauwde energie naar de verruimde energie. En, en hetgeen wat het doorbreekt is moed. En inderdaad, dat is absoluut wat ik vaak heb aangeraakt in mijn leven. En waar ik elke keer weer dacht van dit is het. Nu voel ik me echt leven. Nu voel ik echt dat ik... Nu voel ik dat eigenlijk, hè. Wauw. Ja. En dat had je niet in je vorige leven? Voelt het zo als een vorig leven? Dan had ik dat natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja, want daarin ging ik ook... Ik was natuurlijk van als kind af aan al een vrouwelijk... was mijn vrouwelijkheid best wel hoog. Maar ik merkte toen dat ik het daar niet mee zou redden in de wereld. Want met die gevoeligheid die ik had... tenminste, was mijn idee. Dat was mijn geloof dat is op dat mooi, moment. Ja, precies. Ja. Met die gevoel, wat kon ik daarmee? Ja. Ik zat continu in de wereld waarin je moest presteren... en waarin eigenlijk mijn gevoelens te veel waren... Want dan konden we niet door, weet je wel. Ja. Dat is toch, gevoelens is toch stilstaan en daarin gaan reflecteren en in zijn. Ja, en zo is de wereld niet ingericht om echt helemaal in te zijn. Tenminste, mijn wereldje toen, die nog geleid was door
Hoe gaat een huishouden, hoe gaat school, hoe gaat... Ja, dus dat is een beetje... Ja, ja, je hebt de praktische kant en dat is die mannelijke energie. En die is ook fijn en noodzakelijk, maar is maar de helft van het leven. Ja, ja, ja. Absoluut. En ik weet niet hoe jij dat nu ervaart, maar als ik naar mijn leven kijk, denk ik, oh ja, het wordt steeds trager. Absoluut, en, weet en je hoe wel. Meer ik vertraag, wonderlijk genoeg, hoe meer ik gedaan krijg. Ja, ja, ja. Interessant, ja. Hè? Ja, nou, dat is ook mijn ontdekking. Ja. Maar ik wou dat ik dat, ja, nou ja, ook weer niet, hè? Want ik zou niks gemist willen hebben met wat ik heb meegemaakt. Maar ik begrijp wel mijn keuze toen, laat ik het zo zeggen, om te denken van, hey, ik moet sterker worden. Ik moet krachtiger worden, want dan word ik gezien. Dan word ik gewaardeerd. Ja. Ja. Dus dat had ik wel snel door. Ja. En... Dus ik was al in die vrouwelijke wereld wel. Dus ik ben. Maar toen ben ik heel erg naar het mannelijke gegaan, wat natuurlijk ook in ieder persoon zit. Dus heb ik die kant helemaal van mezelf ontdekt. En daar was ook moed voor nodig voor mezelf. Ja, want eigenlijk, absoluut. Ja, al die gevoelens die ik daarbij had, ja, die waren er nog steeds. Niet zo dat ik dat helemaal kon wegduwen. Dus, maar ook daarin heb ik ook wel mijn plezier wel gevonden, hoor. Oh, fijn. Ja, het is niet zo dat ik dat nu... Ik heb het wel een tijdje heel erg gedacht van, oh, dat was ik helemaal niet. En wat heb ik allemaal, wie ben ik geweest? Maar nu kan ik het juist heel erg ook omarmen, want dan denk je, ja, maar dat was ik ook. En dat was eigenlijk ook een heel mooi stukje van mij. Ja. 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 Maar het is heel moedig als 17-jarige om naar een Marge-C-opleiding te gaan als meisje. Ik was niet eens zo fysiek heel sterk. En dan tussen al die grotere, sterke jongens, ja, op bivak je ding te doen. Je bent altijd de zwakste, dus je moet altijd op jou wachten. Ja. Dus om je daarin te redden, ik vind het achteraf gezien, denk ik, nou, knap gedaan. Ja. Ja. Ik vraag me af... Doordat het gelukt is, heeft je dat, ik kan me voorstellen dat het ook een soort vertrouwen geeft van als ik echt iets wil, dan kan ik het ook. Absoluut, ja. Tenminste, dat is voor mij, ik heb muziek gemaakt en ondanks dat me dat niet gebracht heeft wat ik werkelijk zocht, wat het me wel gebracht heeft is, oh ja, ik heb een onmogelijke droom en die dat is dus, het is mogelijk om onrealistische en onmogelijke dromen voor elkaar te krijgen. Precies. En dat geeft een soort gevoel van, oh, dus ik mag nog groter gaan dromen. Ja. Inderdaad, elke keer als zoiets gebeurt, dan denk je weer van, oh ja, wat, dus ik mag nog groter. Ja, ja, af en toe is dat best heel eng ook, hè? Ja, natuurlijk. Ja. 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 Maar het leven is ook voor mij ook heel rijk. Daar op dat punt waar het spannend is, maar niet zo gevaarlijk dat het traumatisch wordt. Ja, precies. Dus er is een mooie grens ergens van, oh, dit hier voel ik knoop in mijn buik. Ja. Oeh, dit is spannend. Maar ik weet wel dat het veilig is. Ja. Want ik weet het niet. Ik kan me ook voorstellen dat je jezelf zo kunt pushen en zo kunt uitdagen. Dat je eigenlijk constant jezelf onderuit haalt en dat het dramatisch wordt. En dat, ik denk niet dat dan je leven rijker wordt. Precies, precies. Nee, ja. Ik denk ook wel dat je daarin heel goed naar je lichaam mag luisteren. Want dat is wel een heel mooi element. En angst is natuurlijk, vertelt natuurlijk wel van, oh, dit wordt heel spannend. Ja. En het kan je heel erg... tegenhouden. Hè? Ik kan ook denken, maar als je heel erg in de comfort blijft, dan voel je ook onrust. Dus ergens moet je daar een beetje inderdaad de mooie weg vinden. Ja. Maar wel mooi wat jij zegt over je droom eigenlijk, hè, die je dan waarmaakt. Want dat schoot me iets binnen. Oh ja, als je daar dan dus eenmaal bent, want dat heb ik dan ook in jouw boek gelezen, hè? Als je daar dan eenmaal bent, dan heb je niet meteen zoiets van, oh, nu ben ik er. Weet je wel? Ik dacht heel vaak, nou, als ik dit dus gedaan heb, dan heb ik mezelf bewezen. Dan hoef ik de rest van mijn leven niet meer te bewijzen. Dan kan ik eindelijk de rust in. Dat dacht ik echt. Ja. Kan ik eindelijk die stilte in. En, maar elke keer als ik dat was, dacht ik, oh ja, nou, dat is eigenlijk niks veranderd. Ja. 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 En voor mij was dat dus succes. Dus zowel, symbool was echt een gouden plaat. En die had ik op een gegeven moment. Maar ik ken ook heel veel mensen waar dat geld voor is. En in al mijn eigen ervaringen en al die mensen die ik ontmoet heb, is het nooit zo. Precies. Het is, ik ken mensen die oneindig veel geld, nou ja, niet oneindig, maar heel veel geld hebben.
Maar die zijn net zo hard aan het rennen en aan het zoeken dan mensen die denken, die geen geld hebben en denken ik moet geld hebben. Ja. En dan kom ik tot rust. Ja. Of in mijn geval, ik moet succes hebben, dan komt er rust. Ja, financiële onafhankelijkheid. Ja, is ook maar, gewoon, ja. Is niet veel geld hebben en daar de rust in vinden. Financiële onafhankelijkheid is volgens mij dat je oké bent als je niks hebt. En oké bent als je heel veel geld hebt, snap je? Ja. Als je daarin kunt zijn, fijn kunt zijn, zeg maar. Ja, volgens mij is dat financiële onafhankelijkheid. Ja. Ja. Dat hebben wij anders in ons systeem zitten. Ja. Nou, een van de... volgens mij waar bijna iedereen mee opgroeit, al van jongs af aan, is het idee dat je iets moet worden. Dus je krijgt op de lagere school het horen, wat wil je later worden? En je wordt geprezen voor alles wat je leert, alles wat je bereikt. En je krijgt applaus als je de eerste keer loopt, of de eerste keer begint te praten, en als je goede cijfers op school haalt. En wat ik me op een gegeven moment realiseerde is, er is dus ergens het idee ontstaan dat als ik een vraag heb, of als er een verlangen in mij is, of als er iets onvervuld is, dan is dat pas compleet als het vervuld wordt. Een verlangen is pas compleet als het uitkomt, of een droom is pas compleet als die uitkomt, of een vraag is pas compleet als er een antwoord is. Ja. En wat voor mij de enorme rijkdom van leven nu is, voor mij hoeft er niks uit te komen. Ja, dus mooi. Ik voel me helemaal vrij om de meest krankzinnige dromen te hebben. Ja. Maar er hoeft niks van mij uit te komen. Ja. Dat dromen is zo mooi. Het verlangen zelf is zo mooi. Ja, absoluut. Ja. En soms komt het in een gedicht eruit of een boek of in muziek. En heel vaak komt het er niet uit en dat is prima. Het gaat ook over het gevoel wat dat verlangen eigenlijk... Hè? Want bijvoorbeeld het verlangen is een boerderijtje ergens achteraf. Nou, maar het gevoel wat je daarin wil hebben is die rust en die ontspanning of zo. Hè? Of ik weet niet wat. Hè? Ik kan me voorstellen dat dat het gevoel eronder is. Maar dat kan er meteen zijn. Precies, dus ja, dat hele plaatje of die vorm is helemaal niet belangrijk. Maar het gevoel wat eronder zit, kun je dus elk moment oproepen. En dat kan er, dat kunnen wij als mensen. Ja. Door te dromen, inderdaad. Ja. En de... het mooie is, of het wonderlijke is, dus we hebben, onze maatschappij is een hele mannelijke maatschappij. In de zin van dat als we dus iets willen, dat de meeste mensen denken, daar moet ik voor een actie komen. En ik gok, ik ben heel benieuwd hoe jij dat voelt, maar dat in jouw werk, en in ieder geval heel veel in mijn werk, is het eigenlijk van de tegenovergestelde beweging. Ik ontspan in dat wat is. Precies. In plaats van ik beweeg naar dat wat ik wil. Ja, absoluut. Maar ik ontspan in dat wat is. Ja, ja. En dat is eigenlijk de vrouwelijke energie. Ja. Het vertrouwen en het vertragen en overgaven. Ja, absoluut. Ja. Ja, de vrouwelijke energie is eigenlijk het stilstaande water, hè, waardoor je naar de bodem kan kijken en kan zien wat daar is. En de mannelijke energie, wat ik ook heel leuk vind, is weer het wilde water waarop je kan surfen en mee kan spelen. Ja. En wat ook vernietigend is, want dat maakt de rivier, zeg maar. Ja, en ze zijn beide nodig. Ja. De reden waarom ik het veel over donker heb en over de yin-kant van het leven, de vrouwelijke energie, dat is niet per se het vrouwelijke geslacht, maar wel de vrouwelijke energie, is omdat die andere kant, die zie je overal. Die hoor je constant. Ja, klopt. En dit is voor mij zo'n ontbrekende helft van het leven. Ja, en die is eigenlijk voelbaar voor iedereen dat die ontbreekt. Hè? Want je merkt als mensen daar kennis mee maken. En soms gaat dat met een stukje weerstand. Maar als ze dat eenmaal, dan zien, hè, die inzichten die daar dan vanuit komen. Of de helderheid, of de rust, de ontspanning die daarin zit. Ja, het werkt best wel magisch. Ja. 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 Ja, magisch is een woord waar ik van hou. Ik ook. Ja, en het is heel spannend. Het is spannend om je kwetsbaarheid te ontmoeten. Het is spannend om die dingen die je zo lang geleerd hebt of gehoord van hebt, dat ze er niet mogen zijn, om die te gaan ontmoeten. En dat vind ik bijzonder in de overstap die jij gemaakt hebt. Want je hebt hem in mijn beleving dubbel gemaakt. Mm. In die zin van, je bent niet alleen je vrouwelijke kant gegaan, maar je bent werk gaan doen wat natuurlijk waar een enorme taboe op zit. Ja, absoluut. En
Wat ik overigens... ik vind het niet wonderlijk, maar ik vind het wel heel jammer. Want ik denk dat... in mijn ogen... seksualiteit, maar nog meer de aanraking... zo essentieel in het leven is. En... ja, in mijn beleving zouden we alle vormen van sekswerkers en prostituees, of welke naam je het ook wil geven, op een voetstuk moeten zetten. Ja. Omdat het volgens mij misschien wel het meest vredebrengende beroep in de wereld is. Ja, precies. En dan heb ik het niet over, natuurlijk zit daar een hele andere kant aan. Hè, dus ik, ja, maar, nee, maar, inderdaad. Ja. Omdat volgens mij aangeraakt worden zoiets... wezenlijks is. Nou, dat vooral. Ja. Ja. Het is... ik ben altijd wel aanrakerig geweest. Mm-hmm. Weet ik. Als ik met iemand stond te praten, dan was ik al snel ook aan het vasthouden. Ja. Waar ik mezelf niet bewust van was. Ooit zei iemand dat tegen mij. Toen werd ik daar bewust van. Toen dacht ik, vindt men dan wel prettig? Weet je wel, dan ga je opeens mm-hmm. denken, wat vindt men daarvan? Maar ik voelde ook ergens van, ja, nou, ik heb nog nooit gezien dat iemand zich ongemakkelijk voelt of zo. Dus ik denk dat ik daar maar gewoon in doorga. Maar ik was ook wel eens bang voor, wat ik wel merkte, is dat het vaak ook soms iets opriep wat ik niet op wilde roepen. En als ik mijn hart openstel, zeg maar, en iemand de aandacht geef en die is er gewoon helemaal oprecht... dan is het vaak dat mensen het willen pakken en niet meer los willen laten, zeg maar. Ja. En die druk heb ik heel erg gevoeld. En ik vond het dan ook heel moeilijk om iemand weer teleur te stellen. Dus daardoor raakte ik soms wel eens in situaties of in relaties... waar ik helemaal niet wilde zijn, eigenlijk. Waarvan ik eigenlijk voelde van, ja, ik geef hier heel veel. Maar waar ben ik nog, eigenlijk? Ja. Ja, ik herken dat in die zin dat als ik denk toen ik jong was, ik schaamde me heel erg voor mijn seksualiteit. En uiterlijk, zeg maar oppervlakkig gezien, leek dat ook heel logisch. Want mijn fantasieën gingen over BDSM en over allerlei extreme seksuele vormen. En dat vond ik, als je daar gewoon oppervlakkig naar kijkt, is logisch dat je daar verschaamt. Denk ik, als je dat niet geleerd hebt, ooit ergens meegekregen hebt, dat er ook gewoon mag zijn. Maar wat daar veel meer onder zat, was dat wat ik voelde was zo puur en zo kwetsbaar, maar ook zo open in verbinding, dat daar een soort angst was van, ja, als ik dat openstel, dan wordt het grenzeloos met iedereen die ik ontmoet. Ja, precies. En dat is te veel. Ja. Voor mezelf, maar ook voor anderen. Ja, precies. En... ja. En dan sluit je toch een stukje... Ja. Ga je toch een beetje afsluiten. Ja, het is lang voor mij dus een soort geheim leven geweest. Ja, precies. En het gekke is, maar eigenlijk helemaal niet gek... maar daar ben ik wel nieuwsgierig hoe jij dat ervaren hebt... is toen ik dat stuk voor mezelf dus ging accepteren en echt ontdekken... voelde ik me voor het eerst echt verbonden met partners. Precies. Zelfs partners, want in de fase dat ik dat ontdekken was, heb ik een hele hoop dates gehad met vrouwen waar ik eigenlijk helemaal niet zo, helemaal niet het enige gevoel had van dit gaat langdurig worden. Dus het was meer mijn ontdekkingsreis en toch voelde ik een verbinding die ik nooit eerder gevoeld had. Ja, prachtig hè? Ja, precies. Dus ik ben heel benieuwd, want in jouw werk in eerste instantie als escort... En ik wil dadelijk ook wel horen hoe je nu werkt. Ben ik heel nieuwsgierig hoe jij dat voelde. Want ergens zijn het klanten en zou je denken dat is afstandelijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen omdat daar ook zo'n zelfacceptatie in zat... dat daar daardoor ook heel veel verbinding ontstond. Absoluut, absoluut. Ja, ik denk ten eerste dat ik... waar ik het net over had, hè, dat ik soms te ver ging in relaties... dat ik best wel een iets heb opgebouwd in de zin van ik ben schuldig. Hè? Wat echt met schuld te maken had en met relaties. En dat ik er soms niet echt in stond. Herkenbaar. En en dat vond ik altijd heel vervelend. Daar vond ik heel vervelend om in te zijn. Ik vond het ook heel moeilijk om daar weer uit te komen. Omdat ik dan mensen ging teleurstellen of zo. Dus ik was altijd heel... Ik was altijd op mijn vrijst op het moment dat ik alleen was. Dat ik geen relatie had. Dan had ik geen schuld meer. Snap je? Dus dan
voelde ik me echt helemaal top. En toen ik eigenlijk de keuze maakte voor de High Class Escort, ik had net een relatie van zo'n 3 jaar achter de rug, waarin ik me ook schuldig voelde, want ik was toen heel erg bezig met mezelf te ontwikkelen. Ik woonde hier met mijn kinderen, ik had co-ouderschap en ik zag hem alleen in het weekend. En dus ik had ook veel tijd alleen. Ik was gestopt bij de politie. Ik was aan het coachen in positieve desintegratie. Ik kom daar misschien ook op terug. Maar dat was ik aan het opbouwen. En ik was dus heel erg met mezelf bezig aan het ontwikkelen. En elke keer als hij in het weekend kwam, ja, dan was ik eigenlijk alweer veranderd. Dus ik kon er gewoon helemaal niet bijhouden natuurlijk wie ik was. En ook met de opvoeding van mijn kinderen was ik aan het spelen. En dus ja, wij stonden zo ver uit elkaar op een gegeven moment. Dus ook daarin voelde ik me weer schuldig. Dus ook toen dat uitging, ik voelde me weer zo... Oh, ik ben weer van mezelf en ik ben niemand meer verschuldigd iets of niemand verwacht me iets van mij of er zijn geen voorwaarden meer waar ik aan moet voldoen. Dus dat bracht altijd een enorme lekkere energie met me mee. En ik dacht toen van, ja, wat nu? Wil ik weer een relatie? Wil ik weer op Tinder? Dus zo was ik een beetje aan het dromen. Eigenlijk was ik aan het dromen en dacht ik van, ik mag alles bedenken wat ik wil. Want ik ben helemaal vrij om te voelen of om het te creëren zoals ik wil. Maar wat zou ik nou willen? En toen s'avonds spookte het een beetje door mijn hoofd van, ik vind het zo fijn om heerlijke avondjes met iemand te hebben. Hè? Gewoon lekker uit eten en daarna... En elkaar een beetje uitdagen en daarna de intimiteit in. En van mij mag dat uren duren. En dus toen dacht ik, ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Maar een relatie, dan ga ik weer... Ik voelde me nog niet sterk genoeg. Ik dacht, ga ik weer conformeren. Dus eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Dus dat was hoe ik ben gaan slapen. En de volgende dag werd ik wakker en keek ik op mijn telefoon. Was ik een beetje op het nieuws of zo aan het kijken. En toen zag ik... Eigenlijk enkel de kop, high class escort, bla bla bla, iets over de high class escort. En dan dacht ik, ja, dat is het. En ik heb daar nooit eerder over gedroomd. Zelfs bij de politie dacht ik, heb ik genoeg situaties gezien van, oh, wat triest is dit. Ja. Maar ik voelde ergens, ja, dit is het. Dit is wat ik, dit, ja, ik wist het eigenlijk. Het was gewoon eigenlijk een weten. Ik wist ook gewoon, dit is wat ik nu ga doen. En niet eens echt een beslissing of zo, zo voelde het niet eens. Dus ik wist gewoon, die kant ga ik, dat ga ik nu doen. Die spanning die daarin zat, want dat was het wel een beetje, de spanning vond ik wel heel fijn. Maar ook het idee inderdaad, en dat is denk ik wat jij net bedoelde. Hoe kun je dan openstellen aan iemand tijdens zoiets, terwijl je niet in een relatie ingaat, terwijl je misschien diegene niet eens op het eerste moment heel mooi vindt of leuk vindt. Maar ik voelde heel erg... Ik wil mijn hart openen. En dat is heel fijn als het gewoon kan binnen een bepaald tijdsbestek. Want daarna ben ik gewoon weg. Weet je wel? Dat is eigenlijk een beetje... Ik wil dat allemaal geven, maar ik wil niet dat er daarna dingen van mij verwacht worden. Of dat ik geclaimd word. En daar voelde ik zo'n verlangen naar. En ik dacht, ja, dat is wat ik wil. Ik wil die aandacht geven. Ik kan heel veel liefde geven. Ik kan in zo'n moment... Ja, ik heb die onvoorwaardelijke liefde. Volgens mij kan ik van iedereen houden. Dus ja, en dat kon toen eindelijk er zijn. Ja, en dat was heel prettig. Ja. Ja, en wat ik nieuwsgierig ben... Want een van mijn niet ontdekkingen in de zin van aha-moment... maar waar ik zo langzaam in geland ben... is ook de ontdekking dat met seksuele fantasieën... geilheid, opwinding... zo dicht bij mijn hart zitten. Dat zijn geen... Toen ik jong was, dacht ik dat twee werelden waren. Die los van elkaar stonden. Dat ik de vieze jongen was met dromen. En de hartsjongen die open was en verbonden. En respectvol naar iedereen. Mijn schaamte voor mijn meest extreme verlangens zijn daarmee weggevallen. Omdat ik weet... Als er verbinding is met een partner en er is veiligheid, dat zijn wel twee essentiële voorwaarden. Dan is juist die opwinding met een mooi woord, maar geilheid is eigenlijk een veel puurder woord. Dat is zo'n essentieel deel van die verbinding, omdat dat zo gaat over
mogen zelfs mijn meest vreemde, rare verlangens er zijn in precies. dit moment. Ja. Ja, en dan wordt mooi. Het super kwetsbaar. Ja. Ja, want dan is het eigenlijk nog meer dan... je vertelt het net heel mooi, het mm-hmm. verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat er ook gewoon een hele verlangen onder zat. Gewoon van nou ja, seksuele verlangens. Maar die heel dicht bij hartsverlangens liggen. Ja. Ja, ik denk zelfs dat mijn verlangen eerst het hartverlangen mm-hmm. Was. Maar dat ik wel merkte van, hey, als ik me daarin open kan zetten, dan wordt er opgewonden, weet je ja. wel. En dan komen er dingen bij mij naar boven op seksueel vlak, waarvan ik niet wist dat ik ze voelde of dat ze er waren. Ja. En dan mag eigenlijk ook alles er zijn. Dus wat voor mij eigenlijk, ja, ik denk dat heel veel dames in als sekswerker, zeg maar, hun hart sluiten juist en ontvangen. En dan stroomt er niks meer. Ja, dat zou ik niet kunnen. Dat zit niet in mij. En ik kan me, het bureau, weet ik eigenlijk niet meer of ze dat bewust gedaan hebben, maar ik kan me voorstellen dat een bureau dat adviseert, van sluit je hart en je bent alleen je lichaam en dat is veiliger. Maar dat is totaal niet waarom ik dat werk ging doen. Nee, dit was echt, ik wilde juist mijn hart openzetten en kijken wat gebeurt er dan. Ja. Ja, ja, en het is ook, ik beschrijf dat in mijn boek Donker ook, dat de vrouwelijke seksuele energie begint bij het hart. De mannelijke seksuele energie begint bij zijn pik. Ja, dat zou best eens kunnen. Maar ze zijn beide nodig. Ja. Dus pas als die verbinding er beide kan zijn. Dus een man zal op zijn minst voor een deel zijn hart moeten openen. En een vrouw zal voor een minst haar geslacht moeten openen, om het zo te zeggen. Ja, precies. En dan gaat die energie stromen. En dan en dat vind ik mooi wat jij zegt, van dan is eigenlijk ook ineens heel veel mogelijk. Ook qua eigenlijk dat wat, als ik onverbonden ergens naar kijk, heel extreem lijkt, qua seksuele handelingen, is in verbinding helemaal niet meer extreem, omdat er verbinding is. Precies. En er is het soort, ja, ik ben muzikant, dus voor mij is het altijd een lied. Maar dan is er een lied dat we samen zijn aan het zingen, dat samen ontstaat. En als je daar nuchter naar zou kijken, zou je denken, ja, wat ben ik aan het doen? Ja. Maar in een moment is het zo magisch, omdat tijd verdwijnt en alles verdwijnt. Absoluut, je komt in een andere dimensie, lijkt het wel. Hè? En daarin is alles licht of liefde, weet je. Dus dat, zelfs het meest donkere is daar gewoon heel, heel veel liefde. Ja, ja, maar dat donker is pure liefde voor mij. Ja, precies. Donker is pure liefde. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, heel mooi hoe jij dat zegt inderdaad. Dan ga ik het ook weer begrijpen. Dat de vrouw inderdaad, die gaat eerst hart openen. Ik merk dat ook in mijn werk hoor. Als ik contact maak met vrouwen, vaak moet ik dan eerst ergens doorheen, weet je. Ik zie de afgeslotenheid daarin. Dus eigenlijk moet eerst het hart openen. En dan pas kan ik ook naar de intiemere delen gaan. Die ik ook aanraak. En bij de man is het inderdaad heel erg. Op een moment dat... Eigenlijk vind ik dat soms makkelijker. Daardoor niet beter of zo hoor, maar het is wel makkelijker. Want als ik daar aanraak op die intiemere delen, dan komt er een soort van ontspanning en zachtheid. Ja. Waardoor, niet altijd hoor, sommigen zitten dan nog heel erg in de prostaat, maar ik neem ze daar dan wel in mee natuurlijk. En dan komt de kwetsbaarheid en dan kun je opeens overal over praten. Dus... Ja, daarom ging bij mij ook het coachen en de high class escort ging door elkaar lopen. Weet je, de mannen die ik had met de high class escort zeiden, ik wil ook door jou gecoacht worden. En toen ik er eenmaal voor uitkwam dat ik dat deed en de mensen die bij mij kwamen coachen zeiden, kun jij ook iets met aanraking doen dan? Dus, dus toen ging dat helemaal in de war. Maar het klopte wel. Ja, het klopte. Ik voelde wel helemaal, maar dit is wel... Ik kom veel sneller bij heling of verlichting of bevrijding. Bevrijding vind ik een mooi woord. Door aanrakingen dan door te praten. Ja. Want we kunnen urenlang met elkaar praten. Maar soms is één bepaalde aanraking... dat doorbreekt zoveel dat je dat praten niet eens meer nodig hebt. Ja. Ja, ja, heel bijzonder. Ja. Ja, ja. Ja, dat is...
ja, ik denk echt dat we door allerlei redenen dat we zo een deel van de magie die er is in het leven missen. Voor mijn vriendin, toen wij elkaar leerden kennen, voor haar was het heel erg wennen. Ook dat ze mijn pik kon aanraken zonder dat dat per se tot seks hoefde te leiden. En dat een enorme verbinding. Ja. 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 En dat een enorme verbinding geeft. Ja, ja. Ik denk een van de valkuilen volgens mij voor veel mannen, ik denk trouwens voor veel mensen, maar zeker voor mannen, is om als we eigenlijk verbinding zoeken, is om met oplossingen te komen. In plaats van gewoon te verstillen, samen te zijn en echt te luisteren. Want vaak dat wat we een probleem noemen is eigenlijk geen probleem, maar is gewoon, er is iets in mij wat gehoord wil worden. Ja. Ja. En eigenlijk wat we volgens mij nodig hebben van een ander, of waar we naar verlangen, is dat iemand anders zegt, je bent welkom met alles wat je bent. Absoluut. En ik denk dat in elk geval voor mij als man, en ik denk ook omdat dat bij mannen meer zo werkt, als mijn vriendin dus haar hand op mijn pik legt, dan mag ik er zijn. Mooi. Ja. En dan kan er dus bijvoorbeeld een heel mooi gesprek ontstaan. Ja. En helemaal niet per se wilde seks. Ja, precies. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja. Ja. Ja, nou die vrijheid, zeg maar. Want zo voel ik dat, die vrijheid. En wat is dan de vrijheid? Nou, om niet weer in dat patroon te gaan, zeg maar. Hè? Van, nu moet er iets gebeuren. Ja. Of nu wordt er een signaal gegeven dat. Ja. Maar gewoon eens de vrijheid pakken om gewoon eens te voelen van, ja, wat zit er nou? En waarom moeten we daar naartoe wat nou van ons verwacht wordt? Ja. 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 Want wij hebben dus, ons leven is vol. We hebben kinderen. En we hebben het druk. En dan, dus wij plannen ook letterlijk seksualiteit in. Niet altijd. Het gebeurt gelukkig ook spontaan. Maar soms maken we daar echt tijd voor vrij. En dan komt het ook voor dat we moe zijn en helemaal niet geen zin hebben. Ja. En elke keer merken we weer, door dan dat idee los te laten en gewoon bij elkaar te zijn, en dan ontstaat er pas verbinding. Precies. En dan is de kans groot dat er alsnog seks gaat komen. Ja. Ja. Maar dan is het moeten weg. En het idee van, oh, nu moet het wild en stomend gaan worden. Ja. Terwijl we gewoon doodmoe zijn en bij elkaar willen liggen. Precies. Of gewoon stil willen zitten. Of wat het ook is wat er in dat moment stroomt. Wat ik heel erg merk is, en misschien hebben meer vrouwen dat hoor, maar als ik seks had met iemand en het was echt een beetje van, nu is het punt dat we gaan klaarkomen, dan kwam ik niet klaar, weet je. Want dan zat dan zoveel druk op. En dan was die man klaargekomen en die ging dan lekker uitbuiken. Ik zal het zeggen, maar even zo, want zo voelt dat dan altijd. En toen dacht ik, ja, maar nu voel ik hem. Nu hoef je me maar aan te raken en het komt goed. Want dan, die druk was eraf en dan was het opeens. Ja. En daar gaat het om, hè. Dat het moet vanuit binnen komen, zeg maar. Ja. Dat er voelt van, er is geen pressure, ik ben in ontspanning. En nu heb ik daar het verlangen naar. In plaats van, we hadden iets afgesproken of zo moet het. Ja, precies. Ja. 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 Ja, dat is wonderlijk hoe sterk dat wat de druk die we vooral onszelf opleggen. Want ik denk niet dat de partner dat doet, maar we doen dat voor onszelf. Met name de verwachting waar het naartoe moet gaan. En ik gok dat mannen dat nog meer hebben dan vrouwen. Dat het moet naar dat orgasme gaan. En ik merk dat ik vind dat heerlijk om klaar te komen. Maar het is ook een, het verbreekt voor mij de verbinding. Ja. Omdat dat als, dus mijn verbinding is heel open als ik met een vrouw verbonden ben. Maar als ik klaar wil komen, wordt mijn energie even heel gefocust. Want het gaat gewoon maar daarheen en er is nog maar één doel. En die trein kan maar één kant op gaan. Ja. En dat is gewoon heel egoïstisch. En dat is soms heerlijk om die te volgen. Maar soms is het zo jammer. En dus vaak laat ik dat gewoon weg. En dan blijft er alleen die verbinding stromen. En dan zie ik wel of dat uiteindelijk wel of niet gaat komen. Maar volgens mij is daar zeker voor mannen echt een wereld om te ontdekken. Van als je die, dat, dat, die, die,
soort verplichting laat van ik moet klaarkomen. Ik denk zelfs als ik naar mijn jongeren zelf kijk en wat ik ook wel van andere mannen hoor, dat er ook een soort gevoel van falen zit als dat niet lukt. Mm-hmm. Want voor mij, wat de basis van seksualiteit is, is helemaal niet seksualiteit, maar is verbinding. Ja, ja, klopt. En als verbinding er is, en voor verbinding heb je veiligheid nodig overigens, dus dat ja. gaat hand in hand, dan is alles mogelijk. Ja. Maar zo gauw er een gevoel van onveiligheid of gebrek aan verbinding is, dan worden heel veel dingen ineens heel lastig en complex. En ja, precies. Dat ja. is het. En als jij zo vertelt over, dat is misschien een mannelijk iets, hè, dat klaarkomen dat je dan faalt of zo. Ja, maar ik denk dat wij vrouwen daar ook wel iets in betekend hebben. In de zin van, ja, als een man niet komt, oh, doe ik het niet goed, weet je wel. Ja. Of dat je onzeker wordt. En dat ziet de man natuurlijk weer. En die wil, dus, en dan is de verbinding ook weg. Hè? Op ja. het moment dat je in die onzekerheid gaat, dan is die verbinding. En het niet uitspreekt. Hè? En daar zou wel weer verbinding kunnen ontstaan. Ja. Maar, nou ja, dus, precies, ja. Hè, ja. Want je moet nou niet denken, oh, onzekerheid, dat is een verbinding weg. Nee, het mag er juist helemaal zijn, maar mag het er dan ook helemaal zijn? Ja, maar, precies. Want jij zei net voordat we de microfoons aanzetten, dat zo jammer is dat eigenlijk als we dan seks gaan hebben, dat het idee is, het moet nu alleen maar fijn zijn. Maar soms is bijvoorbeeld, soms kan er enorm veel verdriet zijn ja. tijdens seks. Absoluut. En dat... Dat klinkt misschien raar voor sommige mensen die luisteren, maar dat kan magisch zijn. Ja. Dat er een enorme huilbui is, terwijl je misschien op hetzelfde moment in elkaar bent. Ja, ja. En dat kan in elk geval in mijn ervaring zo bevrijdend zijn. Of inderdaad het uitspreken, ik voel het niet. Ja. Ik voel nu geen verbinding. Ja, precies. Dat wow. is misschien wel de grootste verbinding die kan ja, ontstaan. Absoluut. Ja. ja, absoluut. Ik heb het nu nodig om eerst gewoon vastgehouden te worden. Of jou vast te houden. Of elkaar vast te houden. En ik weet het gewoon even niet. Ja. En mijn jongeren zelf. En nou ja, ik heb wel gezegd. Het meest eerlijke deel van mezelf is mijn pik. Ja. Want die wordt gewoon niet hard als er geen verbinding is. Ik word heel makkelijk hard. Maar niet als er geen verbinding is. Dus toen ik jonger was, worstelde ik daar vaak mee. Terugkijken en denk ik, ja, er was gewoon geen verbinding. En dan was er zoiets van, ja, maar we zijn nu bij elkaar en nu moet dat dan toch gaan gebeuren. En wat een raar idee eigenlijk. Ja, absoluut. Jij noemde het ook in die relaties, dat het soms moeilijk is om het idee dat je de ander kwetst. Maar eigenlijk kwets je een ander veel meer door niet eerlijk te zijn. Dat, want die verbinding ontstaat op het moment dat ik kan zeggen, nou, ik voel nu geen verbinding. Want, ja. Maar als je een relatie met iemand hebt die zich dan meteen persoonlijk voelt aangesproken. Ja, dat was hè, op het moment dat ik zo moedig genoeg was om dat te vertellen. Maar dan meteen ruzie krijgen of hè, dat je meteen iemand... Ja, dat vond ik zo ingewikkeld. Dat ik echt dacht, ja, maar nu zeg ik wat er is, zeg maar. En dan kan het niet ontvangen worden... Omdat iemand meteen in onzekerheid gaat. Maar het gaat helemaal niet over jou. Het gaat nu even over mij. Dat ik precies, dit niet kan. En ik wil gezien worden daarin, zeg maar. En jij pakt eigenlijk meteen de aandacht weer weg voor. Ja. En dat is natuurlijk wat we om en om doen. Dat is zo jammer. Is. Ja, en dat is omdat dat als jij tegen mij zegt... Ik wil nu niet bij jou zijn. Raakt het iets wat pijn doet in mij. Ja. Het raakt mijn pijn. Ja. En daar reageer ik op. Ik reageer helemaal niet op wat jij zegt. Precies. Maar ik reageer, er wordt een oud stuk in mij dat pijn doet aangeraakt. Ja, meteen een aanval, een verdediging. En wat we volwassen worden noemen, is misschien wel dat daar eigenaarschap voor kunnen dragen. Oh, wat je nu zegt doet verschrikkelijk veel pijn in me. Ja. En mag dat er ook zijn nu, hier bij ons. Ja, precies. En dan wordt een relatie ook weer relateren. Dan komt het weer in beweging. Dan is het niet, oh, we hebben nu afgesproken dat jij mijn partner bent en daar hoeven we niet meer over na te denken. Nee, dan is het elke keer opnieuw dat ontmoeten wat pijn doet. Want relateren doet altijd pijn. Het leven doet altijd pijn. Ja, ja. Maar die pijn is niet daar is niks mis mee. Want die is zo ontzettend mooi. Mooi in dat het puur is en dat het echt is. En volgens mij zijn zoveel mensen alle plastic toestanden zat in reclames en films en series en overal eigenlijk. Alles is de teksten worden tegenwoordig geschreven met AI's en alles is perfect. Maar wat volgens mij zo rijk aan mens zijn is,
is dat we in zekere zin niet perfect zijn. Absoluut. We willen eigenlijk allemaal onze trauma's helen, omdat we niet doorhebben hoe mooi onze trauma's kunnen zijn. Dat klinkt gek, maar hoe magisch is het? Oh, ik ken ook pijn. En daardoor is jouw pijn ook welkom bij mij. Want ik weet wat het is, wat pijn doet. Het is heel verbindend eigenlijk, ja. Hè? Ja, ja, absoluut. Heel mooi. Ja. Nou, dat is echt een verlangen van mij, hoor. Dat we daar, dat we daar kunnen zijn. Ja. En ik kan daar alleen maar aan zelf zo zijn. Ja. Dat is eigenlijk het enige invloed die ik heb. Ja. En dus het is ook wel, ik vind dit zo lekker om zo'n gesprek te hebben, weet je wel, waarin alles er mag zijn. En waar we over kunnen praten over schaamte en over schuld en over angst en over... Ik merk heel erg dat... laatst vertelde iemand over de glazen glasplaat. En als daar heel veel spatjes op zitten. Mm-hmm. En dan heb ik het even over het geweten eigenlijk. Is die glasplaat het geweten? Als daar heel veel spatjes op zitten, ja, dan zie je dat bijna niet meer. Hè? Dan mm-hmm. vind je het heel normaal als er een extra spatje bij komt, zeg maar. Ja. Maar ik merk heel erg als er een spatje op mijn schermpje komt, ik heb daar last van. Ik merk dat ik daar last van heb. En het liefste wil je het meteen wegpoetsen, maar ik weet ook dat ik ernaar moet kijken en dat het er moet zijn. En dat, dat er heel veel wijsheid in dat spatje zit, zeg maar. Ja. Dus het is zonde om het heel snel weg te poetsen, maar ja, dat is gewoon een proces. Maar als je daar heel veel aandacht aan besteedt, dan voel ik ook wel dat de volgende keer als datzelfde spatje erop komt, hè, dan gaat het wel, kun je het wel sneller, ga je daar wel, ja, kun je het weer sneller helder zien of zo. Ja. Ja. Dus dat vind ik ook wel weer een mooie aan. Ik merk wel dat ik minder drama heb in mijn leven. Soms vind ik dat ook jammer. Want vroeger kon ik bijvoorbeeld naar films kijken en dan dacht ik, oh, weet je wel, zo'n liefdesfilms. En dan zat ik helemaal te zwijmelen dat ik zelf in zo'n relatie... En nu denk ik, ja, zo'n relatie wil ik helemaal niet. Wat eigenlijk jammer is, want ja, ik vind dat gevoel zo lekker. Of ja, de drama van een ander, denk ik wel, oh, eigenlijk wat lekker dat je daar helemaal in kan. Ja, voor mij zou dat geen drama zijn. Ja, ja. Snap je? Ja, het gepolijste wordt steeds minder interessant. Dat eigenlijk alles is te lief en te braaf, in mijn ervaring. Precies, ja. En dat komt, dat is lang geleden dat iemand me dat eens vertelde, van we hebben onze comfortzone. En eigenlijk is het leven het meest rijke net buiten die comfortzone. Niet zo ver dat het traumatisch is, maar net daar, net waar je een beetje, dit vind ik spannend. Yeah. Maar het wonderlijke is dat op het moment dat je dat ontmoet bij jezelf, wordt gewoon dat je nieuwe comfortzone. Ja, yeah, precies. Dus jouw comfortzone wordt steeds groter. Elke keer dat je jezelf een beetje daar ontmoet waar het spannend is. En dus wat voor, wat dan misschien in een film heel oncomfortabel is, is zo ver binnen je comfortzone dat het gewoon doodsaai is. Precies, ja, dat is het. Ja, ja. Ja. Dus nou moet ik van die programma's kijken die heel heftig zijn. Ja, of gewoon geen programma's meer kijken. Ik kijk al jarenlang zelfs geen televisie. Je eigen leven gewoon heel spannend maken. Ja. Nee, dat zit wel goed. Maar, maar ook daarin merk ik wel, ja, dat mag. Dat die comfortzone is inderdaad... Wat voor anderen heel heerlijk is, denk ik van, nou nee, voor mij mag dat wel. Maar dat is best wel weer, dat is die droom, hè, nog groter maken eigenlijk elke keer weer. Ja, ja. Ja, en wat voor mij wel zo is, want je had het over ik zou willen dat iedereen zo zou leven of dat meer mensen zo zouden leven. De manier waarop ik de wereld ervaar is, in zekere zin is er geen wereld buiten mezelf. Want ik kan jou alleen maar ontmoeten hoe ik ben. Niet hoe jij bent. Ik had laatst... Was ik zelf in een podcast en vroeg iemand mij van wat maakt dat jij mensen wil helpen? En ik zei, maar ik wil helemaal geen mensen helpen. Ik hoef niemand te helpen. Ja, precies. Want in mijn beleving heeft niemand hulp nodig. Ja. Alleen is het soms zo fijn om elkaar te ontmoeten op ons pad. Ja. En dat is wat ik als coach doe. Ja. Er is even de ruimte dat je er helemaal mag zijn.
Maar ik hoef niemand te veranderen. Ik vind mensen zo rijk in hun worstelingen en in hun dingen. Dus ik hoef niemand te fixen. Nee. Ja. Ja, die voel ik ook heel erg hoor. Ja. Ik voel dat ik echt... vooral als ik met mijn handen bezig ben, als ik aan het aanraken ben, dan voel ik eigenlijk een soort van energie door me heen stromen. Laat ze iemand, hoe doe je dat dan? En dan ga ik dan over nadenken, ja, hoe doe ik dat dan? En eigenlijk denk ik, moet ik gewoon geen intentie hebben, geen enkele. Ja. Zelfs niet om jou te helpen, weet Precies, je? Ja. En die laatste vind ik soms moeilijk, want de ene keer gebeurt er heel veel bij iemand en toch krijg ik dan een soort voldoening, want dan denk ik, het heeft gewerkt, dat is mooi. En een heel enkele keer gebeurt er niks. En dan baal ik toch. Ja, weet natuurlijk. Je? Dus hoe moeilijk is het om geen intentie te hebben. Ja. Maar toch voel ik, ja, ook al gebeurt er nu niks. Dit moest gebeuren. Dit moest er zijn. Dit is precies wat er moest zijn. We kunnen het niet altijd begrijpen. En dat moet ik dan loslaten om het allemaal te begrijpen. Maar ik voel wel ergens, ja, dit heeft precies gebracht wat het moest zijn. Daar vertrouw ik. Dat vertrouwen heb ik wel heel erg. Ja. Dus mijn intentie, die doet het. Dat is nonsens als ik intenties heb. Want dat kan alleen maar in de weg zitten eigenlijk. Ja. Ja. Want dan ga ik iets controleren wat toch wel loopt zoals het loopt. Ja, precies. Ja, mijn enige intentie altijd, op elk moment in het leven, is ik wil dit moment helemaal proeven. Meer dan dat is er niet. En ik gooi mezelf daar helemaal in. Of ik val daar helemaal in. Dat is eigenlijk een betere omschrijving. Ik laat me helemaal vallen in dat wat nu is. Mooi. En dat is energie, hè? Ja. Dat is aanwezig zijn. En, dat en is als energie. Ik kijk... Want dat vind ik het mooie daaraan is... we hadden straks even over... Jij bent ook bezig met een boek te schrijven. En als ik kijk naar hoe ik zelf schrijf... Maar voor mij is hetzelfde met muziek maken. Maar ook hetzelfde met seksualiteit... Is het gevoel is eigenlijk hoe meer ik aan de kant stap en dat laat zijn wat er is, hoe meer er iets magisch gebeurt. Dus als ik ga zitten en ik denk, nu wil ik echt iets heel moois over, weet ik veel, over pannenkoeken schrijven. Ik noem maar iets groot onderwerp. Dan schrijf ik en ik heb genoeg vaardigheden om te schrijven en ik lees het terug en ik denk, ik vind helemaal niks. En een ander moment ga ik zitten... En er komt een verhaal over pannenkoeken. En ik denk, nou, ik kan me niet voorstellen dat je over pannenkoeken iets moois kunt schrijven, maar het raakt. Ja, precies. En met seksualiteit is het hetzelfde voor mij. Dus ik ben met iemand en ik voel energie stromen. En kan ik loslaten van dat ik denk, dit is wat de ander nu verwacht. Of dit is wat ik zou willen dat zou gebeuren. Kan ik volgen wat stroomt. En de ene keer is dat super soft. De andere keer is dat heel extreem. De andere keer zitten we bij elkaar te huilen. Of zitten we alleen maar koffie te drinken. Ja, heerlijk. En mag alles er zijn wat er is. Ja, precies. Nou, absoluut. En het is steeds niet weten. Ja, inderdaad. Ja, het is elke keer weer terug bij, ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Ja. Ik snap er niks van, maar ik hoef het ook niet te snappen. Ja, absoluut. Ja, helemaal. Ja, dat is precies ook hoe ik mijn sessies eigenlijk doe. Ja. Ja. We gaan gewoon verbinden. We gaan helemaal in het moment zijn. En dan ontstaat er iets. We maken gewoon altijd een reisje. Ja. En hoe die gaat, ik weet het niet van tevoren. En de ander weet het niet van tevoren. Ja. Maar het is altijd magisch. Dus, ja. En hoe lang duren jouw sessies? 2,5 uur. 2,5 uur, ja. 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 Dus je hebt ook echt de tijd. Ja. Dat is wel fijn. Ja. Ik merk dat soms af en toe nogal... soms denk ik, oh ja, het was mooi geweest als we nog een half uurtje hadden. En, Ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Als je, mijn coaching sessies zijn 1,5 uur, maar ik doe natuurlijk, ik ben niet zo lijfelijk als jij dat bent. Maar daar is soms ook het gevoel van eigenlijk aan het einde heb je toch wel nu zijn we, zou je eigenlijk willen beginnen? Ja, precies. Of in de zin van nu zijn we zover dat we ook gewoon dat er stilte mag zijn zonder dat er nog iets hoeft. Ja. Nou, dat vind ik heel lekker om mee te eindigen, inderdaad. Gewoon even... Ik heb vaak dan iemand zo lekker in mijn armen. En dan gewoon zijn. En dan voel ik echt zo... Dan voel ik de energie toch stromen. En dan voelt het net alsof er een deken van liefde zo over je heen valt. En dan is het gewoon zonde om iets te zeggen. Je wil gewoon enkel dat voelen, zeg maar. Ja. Ja, dus dan is het eigenlijk ook best wel een koude kermis soms. Dat iemand... Oké, nu is het tijd om je nog helemaal omkleden. Dat is klaar. Maar
Ja, dat ja, dus daarin ben ik ook wel nog een beetje aan het ontdekken, hoor. Van, ja, snap ik. Hoe wil ik, dus hier stoot ik dan tegenaan en kan ik dan niet wat langere dagen organiseren? Of soms ook met meer mensen, denk ik. Lijkt me ook heel fijn. Ja, ja. Dus, ja, ik kan me voorstellen dat het heel bijzonder is, ja, ja. Om te doen. Ja, en ik wou iets vragen, ik weet het niet meer. Nou, ik weet het niet meer. Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Nou, het laatst had ik een mooie sessie, wil ik wel met je vertellen. Want daar heb ik heel veel gehad over een stukje in jouw boek. Okay. En jij hebt dat stukje waarin jij vertelt over dat je de vrouw wil vernietigen. Ik zeg het even heel, ik weet niet of het, maar zo was het. Ja, dat schrijf ik letterlijk. Ja, precies. En dat is het, als ik dat lees, denk ik, hoe kun je nou de verlangen hebben om iemand te vernietigen? Hè? Ja. Dus dat maar vind ik dan prachtig dat dat uitgesproken wordt. Dan word ik nieuwsgierig, dan denk ik, oh, wat is dat? En eigenlijk vertel je dat in een soort van, Het is een vrijpartij. Het is een vrijpartij. Maar je zegt niet de woorden van de vrijpartij, maar toch verbeeld ik me helemaal in hoe die vrijpartij dan is. En ik zie dan, als jij zegt ik wil die vrouw vernietigen, zie ik bijna iets, nou bijna een verkrachter voor me die zegt, en nou ga ik jou. Ja. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat dat het idee is van een verkrachter, om te zeggen ik wil iets van je afpakken. Ik wil iets, ik wil, weet ik niet hoor, ik ben geen verkrachter, of een soort machts iets of iets. En wat jij zo mooi daarna vertelt, is dat die vrouw zich opent en eigenlijk zegt, vernietig mij maar. Absoluut, ja. Wat zo'n energie shift geeft eigenlijk daarin, dat ik denk, wow, oké. En dan gaat het door en dan kom je er dus achter dat de vrouw niet te vernietigen is. Hè? Precies. En dat ze niet te vervullen is. Precies. Met alles waar je haar mee vult, dat ze nooit vervulbaar is. Ja, en dat vind ik zo magisch. Ja, dan gebeurt er van alles in mij als ik dat lees. Want dan denk ik, wauw, dit is toch gewoon, hier voel je de kracht van de vrouw, de kwetsbaarheid van de man, maar ook meteen de verbinding die daar ontstaat. Ja. En nou, toen kwam er laatst een vrouw bij mij die dus echt een verkrachting heeft meegemaakt. En zij was daar mee in therapie gegaan en toen zei ze dat, de therapie ging zo eigenlijk dat we het visualiseerden weer. En mijn broek werd omlaag getrokken. En die man, die net voordat hij eigenlijk bij me naar binnen kwam, kreeg ik een aantal mogelijkheden van wat zou ik kunnen gebruiken. En in die lijst stond ook speelsheid en overgave en genot, plezier. En toen zei ze, ik pak dat. Nou, dat vond ik zo, gewoon, Om weer terug het verhaal te doen en dan die tools te pakken in eigenlijk het moment dat je het meest heftige van je leven, het meest vernietigende van je leven. En ze zegt, het was ook misselijkmakend om te doen. Dus, maar ik voelde wel dat toen ik dat deed, dus ik ben helemaal meegegaan met die man, zeg maar. Ik heb geprobeerd het plezier te voelen en zo. En ik zei, ik vind het zo moedig van jou dat je dit probeert. Hè? Dat je al die dingen probeert om te kijken, hoe kan ik de energie veranderen van wat er gebeurd is. En toen vertelde ik dat stukje van jou. En toen zei ze, nou, dat is precies wat ik nog even nodig had. Om het zo te voelen. Nu snap ik het, zei ze. Ja. En toen voelde ik ook echt die energie shiften, ook bij haar. En toen dacht ik, ja. En toen zei ze, wat betekent dit eigenlijk? Hè? Moeten we dit gaan begrijpen? Nee, ik denk het niet, want ik denk dat als je verkracht wordt, ga je niet denken, oké, dan ga ik me helemaal overgeven en dan ga ik plezier hebben. Dat is het niet. Maar ik dacht, in dit seksuele spel kun je ook zo meenemen in dingen in je leven. Ja. Ik zat zelfs te denken aan oorlog, weet je wel. Als je daar eens, als je op die manier, op een hele andere energie, naar zo'n Poetin of whatever, of wie je dan ook pakt die oorlog maakt. Hey, ik zit daar helemaal niet in thuis. Ik weet niet wie daar schuld is. Ik hou me daar niet mee bezig. Maar in ieder geval het kwaad, het donkere, zeg maar. Als je dat op zo'n manier gaat belichten, wat gebeurt er dan? Ja, dat vind ik super interessant. Ja. En ik merk dat ook vaak met als je speelt met seksualiteit. Als je seks hebt, dat zo ontzettend doorwerkt in je leven.
Ja. Dat het zo therapeutisch is, maar dat je ook kan leren, hoe kan ik communiceren, zeg maar, hoe kan ik impact maken, hoe kan ik iets veranderen? Hoe kan ik iets transformeren naar iets lichts? Of ja. naar iets donkers, whatever, wat ja. je wil, hè? Dat, ja. Dat, ja. dat vind ik het mooie aan die seksuele spelletjes. Het is zo jammer als je het allemaal in het serieuze leven uitzoekt. Speel met die seksualiteit en je zult ja. het mee kunnen nemen in je leven. En ik denk dat daar ook leiderschap en zo ontstaat. Ja. Door het eerst uit te zoeken in seksualiteit. Ja. Ja. Ja, ja, absoluut. Sorry, heel en ik denk dat een van de... ik gebruik de metafoor donker en licht natuurlijk. Maar volgens mij is een van de dingen die zo jammer zijn, is dat we donker en gekoppeld hebben aan slecht. Aan fout. Aan ja, fout. Precies. Ja. Ja. En dus ook onze donkere seksuele verlangens. En dat is nogmaals, donker is een metafoor, want er is eigenlijk niks donkers aan. Maar donker wel in de zin van dat het niet te begrijpen is. Ja. Dus het is niet helder voor ons hoofd. Ja. Goede seks kan ik niet van A tot Z van tevoren uitschrijven en dat plan gewoon volgen. Dat zal waarschijnlijk niet zo'n geweldige seks gaan worden. Ja. Nou weet ik niet meer precies wat ik wou zeggen. Ja, dus dat het voor mij niet gaat omdat we dat donker dus licht maken, maar dat we gaan herkennen, oh, maar dat donker is niet slecht. Dat donker is een deel van mijn rijkdom. Ja. En dus voor mij, het was een big deal voor mezelf om toe te geven, ik wil een vrouw vernietigen. Ja. Ook om het later op te schrijven. En mijn uitgever had er in eerste instantie ook moeite mee. Van, moet dat letterlijk zo in het boek staan? En ik snap dat dat ook echt raakt voor mensen. Maar als ik puur wil uitkomen, maar wat voelt nou werkelijk, dan is het dat. Ja. En inderdaad voor mij als man de vervolgervaring van als ik dat laat toelaat en dat, hoewel het misschien niet zo klinkt, dat is oneindig kwetsbaar om dat toe te laten. Om dan te ontmoeten, maar die overgave van een vrouw die dat echt durft, die is er nog zo oneindig veel groter dat vernietigen van mij, dat valt helemaal weg. Je vernietigt het vernietigen. Ja, ja, het vuur, want dat is pure vuur, het mannelijke vuur, dat verbrandt eigenlijk, om het zo maar te zeggen, in de oneindigheid van die overgave. De extreme vormen die we in de wereld zien, zoals letterlijke verkrachting, komt volgens mij omdat we onszelf niet durven te ontmoeten en dat werkelijk precies laten stromen in veiligheid. Ja. Want mijn vriendin, een van haar grote fantasieën is om verkracht te worden. Maar natuurlijk niet letterlijk zoals jij dat net beschrijft. Ja. Dus die fantasie is het veilig en verbonden. Ja, wat de fantasie is van veel vrouwen. Ja, ja. ja, weet ik. Ja. Maar dat is totaal wat anders dan dat werkelijk gebeurt. Want dat is een levensbedreigende situatie. En, ja. Compleet respectloos en compleet zonder verbinding. Dus het vraagt heel veel moed om dat in onszelf te ontmoeten en dat toe te gaan geven. Oh, maar ik heb verlangens die... En daar komt overigens ook het stuk wat ik in het begin zei. Voor mij hoeven niet alle dromen uit te komen, maar mag ik gewoon dromen? Zonder dromen die ik helemaal niet zou willen. Ik zou echt niet willen dat al mijn dromen uitkomen. Ja, inderdaad. Maar soms is het zo geweldig om te dromen. Om daar even naartoe te gaan met je hele zijn. Ja. 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 En ik denk dat zo ontzettend jammer is aan de hele voorzichtige cultuur die we nu hebben. De woke, of hoe je het ook noemt. Dat alles moet zo correct zijn. Terwijl wat in ons diepste zijn verlangt, is helemaal niet correct. Ja. Ja. Dus we zijn niet correct. Nee. We zijn niet perfect. Nee, we zijn niet correct. Nee, we zijn, en ja. Het wonderlijke is als je een van de plekken waar we... En dat blijft mij doorlopend verbazen. Als ik in een cafeetje kom en ik ga naar de wc, denk ik altijd... Het is vaak een zwijnenstal.
En dan denk ik, ja, hier is een deur gaat dicht, mensen kijken niet meer. En dit is dus wat mensen echt zijn. Mooi. Of als je langs de snelweg stopt en je kijkt op een parkeerplaats tussen de bosjes. Nou, het is te goor om los te lopen. Ja. Dus het is die voorkant, dat is gewoon maar zo'n flinterdun masker wat we dragen. Ja. En dus ik heb er niks tegen. Sterker nog, ik hou ervan om respectvol met elkaar om te gaan. Maar laat dat niet ten koste gaan van dat wat echt is. Precies. En ik heb... Dus ook het hele genderneutrale, wat nu heel erg speelt. Ik vind het fantastisch dat die mogelijkheid er is en dat mensen dat doen. Maar blijf ook respect hebben voor alle vormen die letterlijk daar mogelijk zijn. En, want het was een van mijn grote ontdekkingen. Ik heb natuurlijk muziek gemaakt en daar zijn veel mensen homoseksueel. Veel mannen en vrouwen. En een van mijn grote ontdekkingen is dat zij vaak dat polariteitsspel veel beter begrijpen dan heteroseksuele stellen. Want in mijn ervaring is democratische seks, die kan heel leuk zijn, knuffelen is heerlijk. Maar als dat het enige wat er is in je leven, is het ook heel saai. Seks wordt spannend op het moment dat het polariteiten worden. Ja. Eentje neemt helemaal en de andere laat zich helemaal nemen. Ja. En dus voor mij was dat echt een ontdekking. Oh, dus mensen van hetzelfde geslacht zijn zich daar vaak veel meer bewust van. En die rol kan wisselen. Het is niet per se dat altijd hetzelfde hoeft zijn. Maar ergens is er in onze maatschappij iets ingeslopen voor veel mannen en vrouwen van... Oh, dit mag er niet meer zijn. Ik mag niet meer zo'n extreme verlangens hebben. Ja. Terwijl het in feite, gek genoeg, eigenlijk een gebrek aan respect is. Als ik mijn eigen verlangens niet eer en die van mijn partner niet. Absoluut. Eigenlijk mag je heel egoïstisch zijn, ook in seks. Ik zeg altijd, ik heb liever niet dat je rekening houdt met mij. Ik wil gewoon dat jij doet wat je lekker vindt. Dan doe ik wat ik lekker vind. Ja. En dan komt er een dans. Ja. Maar als ik de hele tijd in gedachten moet bedenken... dit zal jij wel lekker vinden... ja, dat dan zit ik in mijn hoofd, weet je wel? Ja. Dan ben ik niet meer lijfelijk aanwezig. Ja. En laatst zei ik ook tegen iemand... wat vind je nou... Wat zou je echt lekker vinden? En toen zei ik... ik zou het zo lekker vinden als ik jou helemaal mag verwennen. En het mooie... toen zat ik van oké. Maar toen hij er achteraan zei van... en dat doe ik niet voor jou, maar dat doe ik omdat ik dat zo lekker vind. En toen dacht ik, oké, kom maar op. Snap je, daar zat voor mij daar ging ik van open. Ja. Want toen dacht ik, wat heerlijk. Want nu kan ik ook lekker met mezelf bezig zijn. Hoef ik ook niet te denken van, dien ik jou of zo. Ja. Dus, dat gebeurt dan. Als er echtheid komt, dan gebeurt er gewoon iets. Ja. Maar ik vind het zelf ook nog spannend ik ben dus meestal de dominante partner. En dat klinkt egoïstisch. Maar mijn grootste uitdaging is dat ik niet egoïstisch genoeg ben. En ik zou egoïsme iets anders benoemen. Eigenlijk het heeft meer dat ik vertrouw wat in mij stroomt. Ja. Dus ik ben aangetrokken tot partners die zich durven over te geven... Maar eigenlijk in feite geef ik me ook over. Alleen ik geef me over aan de energie die in mij stroomt. En durf ik dat te vertrouwen. Ja. Hoe raar het ook is of vreemd het ook is of wonderlijk het ook is. Durf ik te vertrouwen. Oh, dit is wat nu voelt. En blijkbaar is dat dus de mag energie van zijn. Dit moment. En mag dat er zijn. Ja. En dan komt weer dat stukje verbinding en vertrouwen. Of verbinding en veiligheid. Ik vertrouw erop dat ik met een partner ben die ook... kan aangeven, oh maar wacht even, dit voelt niet oké voor mij. Precies. En dat is een... dat is eigenlijk iets heel wonderlijks, want om je echt over te geven, heb je een enorme power nodig. Ja. Want je kunt je alleen maar overgeven als je weet dat je sterk genoeg bent om ook te kunnen stoppen. Ja. En in BDSM worden letterlijk safe woorden gebruikt en die zorgen voor die veiligheid. Daardoor dat je weet van, oh, we hebben afgesproken, als dat woord komt of dat gebaar komt, dan is het gewoon, daar is de grens. Ja. Maar het gekke is dat juist ruimte geeft, door die afspraak te hebben. En ik denk ook wel dat op het moment dat je de ontvanger bent en je voelt eigenlijk
oké, nu is dit mijn grens. Ik heb heel vaak gehad dat ik voelde, eigenlijk is dit mijn grens. Maar ik ben heel nieuwsgierig wat er gebeurt als ik het nog even door laat gaan. Snap je? Dat is ook een soort overgave natuurlijk. Ja. Wat ook weer donker is. Ja. Hè? Want je hebt altijd geleerd, het is heel sterk als je je grens aangeeft. Ben ik dan nu niet sterk? Mm-hmm. Weet je wel, dat komt dan allemaal weer door je hoofd. Maar eigenlijk dacht ik, nee, ik wil dit. Dit is mijn eigen keuze nu. Dit is nu waar ik achter sta. Ik wil nu even gewoon buiten mijn grens omvoelen wat er gevoeld mag worden. Ja. Dus ja, ik vind het heel mooi inderdaad dat er veiligheid is om die grenzen aan te geven. En dat er ook dat je de veiligheid in jezelf voelt om over die grenzen heen te wel eens te gaan. Ja, en het kan zelfs op deze manier, als je die afspraak hebt van oké, we spreken een woord of een gebaar af waar de grens is. Om bewust af te spreken, ik ga pas stoppen als dat bereikt is. Ja, ja. En ik kan in elk geval vanuit mijn ervaring als dominante partner vertellen dat ontzettend spannend of moeilijk is en confronterend is. Want ik ben een aardige jongen en hou makkelijk rekening met anderen. En dus dat is veel moeilijker. Ja, want vaak ligt mijn grens lang voordat de grens van mijn partner bereikt is. Ja, precies. Dus jij wordt dan weer uitgedaagd. Ik word uitgedaagd om durf ik nog eerlijker te zijn en nog dieper te gaan. Ja. En voor mijn partner is het van durf ik. Doordat je weet dat je die veiligheidsknop, en daar is natuurlijk enorm veel vertrouwen van nodig, hè, over en weer. Maar doordat je weet, maar ik heb dat in die controle, want het is natuurlijk een vorm van controle wat je hebt, daardoor kan ik nog dieper gaan dan ik ooit ben gegaan. Want ik weet dat ik als het punt bereikt is waar het echt niet meer verder kan, kan ik het stoppen. Ja, dus de grens gaat dan over controle, of gaat dat over pijn, of gaat dat over nou, schaamte, of gaat kan, dat kan, over, kan natuurlijk van alles zijn. Ja, precies. Het kan van alles zijn. Dat vind ik ook het mooie. Dus ik heb wel eens partners die aan me vragen van wat wint jou op seksueel? En vaak sta ik een beetje met mijn mond vol tanden. Ik weet wel wat dingen. Maar dat is voor mij heel erg afhankelijk van mijn partner. Ja, ja. Dus de opwinding van mijn partner bijvoorbeeld wint mij op. Ja. Dus ik hou ervan om een vrouw te slaan. Maar als dat een vrouw helemaal niet opwindend zou vinden, hou ik daar helemaal niet van. Precies. Vind ik dat helemaal niet leuk om absoluut dat te doen. Ja, ja. Maar misschien komt de partner wel met iets waar ik helemaal niet zo van hou. Maar ik zie hoe het haar opwindt. Zou het best kunnen dat ik dat heel opwindend ga vinden. Dat je daaraan doorgaat. En, ja, en dat is voor mij ook de magie van seksualiteit. En dat ontdekken, dat je het nooit weet. Ja. Je komt altijd op terrein waarop het spannend is en waarop je het niet weet. Ja. Eigenlijk als het heel veilig voelt, dan, ja, nogmaals, tuurlijk is dat soms super fijn. Super fijn om misschien alleen maar bij elkaar te knuffelen. En ik vind dat heerlijk. Ik ben een enorme knuffelaar. Maar die kant waar seksualiteit echt, waar het heilige seksualiteit wordt, om bij gebrek een beter woord, is daar waar ik het eigenlijk helemaal niet meer weet. Ja. Waar ik echt denk, nou, ik weet niet waar dit uit gaat komen. Ja. Maar er is genoeg veiligheid om te weten, we zijn allebei veilig. We durven ons te laten vallen. Ja. Ja. Ik denk dat altijd is wat iemand het meest opwindt, zeg maar. Dan kun je zoveel praktische of mooie beelden of weet ik veel wat, maar ja, dat wat ik zei van dat ik vroeg aan die man, wat vind je het fijnste? Mm-hmm. Hè? En uiteindelijk was ik daar in overgave, weet je wel. Ik kon me helemaal overgeven en ik was helemaal in extase. En achteraf zei hij, maar dat vond ik zo mooi. En dat kan jij zo goed. En ik ben zo jaloers en daar leer ik van, weet je wel. Ik leer van jou. Dat jij dat doet, daagt mij zo uit om daar zelf ook naartoe te willen en gaan. En dan denk ik, oh wauw, weet je, maar dat kan je toch niet in een coachgesprek. Dit kun je elkaar toch leren door te zijn alleen. Ja, precies. Door een spiegel te zijn of zo. Ja. Door die overgave te doen. Ja.
Ja, dat vind ik zo... Dat vind ik dus magische dingetjes. Ja. Dan denk ik, ja, nou hebben we het ergens over. Ja, precies. We hebben het ergens over zonder woorden. Ja, precies. Ja, ik kan me heel makkelijk overgeven. Dus als ik gemasseerd word of verwend word of zo. Maar ik heb laatst een workshop Shibari gedaan. En ik doe dat al lang in mijn seksuele leven. Maar dat was voor mij altijd... Ik vond dat wel leuk, maar het was nooit helemaal dat ik dacht, oh, dit is fantastisch. Maar dit was de eerste keer en het was ook nog eens op een mannenweekend. Dus het was met alleen mannen en ik ben niet aangetrokken seksueel tot mannen. Maar goed, dus we oefenden met een andere man om dat te doen. En het was voor de eerste keer dat ik zelf vastgebonden werd. En wat ik voelde is, er was geen seksuele energie, want dat was er gewoon niet. En dat was ook niet het opzet daarvan. Maar ik voelde, oh, hoe strakker hij dat touw trekt, hoe meer ik mij kan overgeven. Want hoe meer ik voel, oh, ik word gehouden. En hoe meer ik me kan laten vallen. Mooi. En het wonderlijke is, die ene ervaring heeft mijn relatie met touwen totaal veranderd. Ja. Want ineens begrijp ik, oh, maar wacht even. Mijn miscalculatie in mijn hoofd was dat over seksualiteit ging. Ja. Dat gaat niet over seksualiteit, dat gaat over veiligheid. En over je kunnen laten vallen en overgaven. Ja. En over iets totaal anders. Ja. En dat het vervolgens ook heel geil kan worden. Ja, natuurlijk. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Maar de basis is wat anders. Ja. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En dat heerlijk. Daar kun je 100 boeken over lezen. Ja, nee, dat moet je gewoon voelen. Maar dat ervaar je één keer. Ja, precies. En het was nooit in me opgekomen om dat vanuit de andere kant te ervaren. Omdat het is geen fantasie van me en geen verlangen van me. Ja, want jij zegt, ik ben eigenlijk altijd de dominante, zeg maar. En nu ben je dan dus even de ontvanger. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me... Maar eigenlijk, dat is het helemaal mooie, want de compleetheid is natuurlijk helemaal... toch, sowieso, als mens je hele compleetheid voelen. Nou, maar het verbaasde mij zo, op wat ik al zei, ik kan me heel makkelijk overgeven. Dat is iets wat ik gewoon heel makkelijk kan. Ik kan heel makkelijk in het moment landen. Dus de behoefte is bij mij nooit zo aanwezig van, dat zou ik ook eens willen ervaren. Ja. Totdat ik het ervaarde. Ja. En dacht, oh, maar wacht even, dit is een andere vorm van overgave. Ik kan werkelijk niks meer. Ja. Er is gewoon ook geen, laat ik zo zeggen, de keuze van overgave wordt in feite ook nog eens weggenomen. Ja, dus precies. Ik heb die keuze en dan kan ik dat heel makkelijk. Maar hoe is de ervaring van als die keuze ook nog eens weg is? Ja. Wauw, dat is weer een nieuwe dimensie. Mooi. Ja. Heel mooi. En wat je zei, ook leuk dat mannen onder elkaar dat gaan doen. Ja, ja. Ik merk heel erg dat ik, eerst werkte ik heel veel met mannen. Nu ook steeds meer met vrouwen. Eigenlijk denk zelfs. Dat het al naar de meerderheid gaat sinds kort. Oh, wat mooi om te horen. Ja. En ergens was ik bij een medium laatst. En die zei tegen mij van... Ja, je mag meer seksueel met vrouwen gaan connecten. En toen dacht ik... Ja, ik wist meteen wat hij bedoelde. Want ik merk dat met mannen bij mij makkelijker gaat dan met vrouwen. Dus bij vrouwen hield ik ergens ook gewoon een keer op. Ook gewoon omdat ik dacht, ja, misschien zit hij daar helemaal niet op te wachten. Of je zit toch een beetje, ja, ik het is niet mijn geaardheid, weet je wel. Ik ben wel echt een hetero persoon. Maar, en dat zei ik ook tegen dat medium. Zeg van, maar wil je me nu zeggen dat mijn geaardheid, hè, dat daar mijn bevrijding zit, dat ik... Nee, dat heeft niks met geaardheid te maken. Nee, je bent een oude ziel, zei hij. In jouw tijd deed je met alles en iedereen. Dus ik dacht, oh, vandaar. Maar toen dacht ik, ja, dat klopt wel. Dus ik ben wat verder aan het gaan met vrouwen daarin. En ook tijdens mijn sessies. En ik merk gewoon dat het nodig is. En die vrouwen merken dat ook heel erg. Want ook zij zeggen, ja, mijn geaardheid zit niet bij de vrouw. Maar ik merk dat ik mijn veiligheid en seksualiteit... Nu met een vrouw kan ik ontdekken wat ik fijn vind. En krijg ik andere dingen aangeboden waardoor ik denk, oh... Ja, gaat dit wel over seks? Sowieso gaat het over aanraken. Maar, oh ja, er komt wel een opwinding vrij. En oh, dat kan ook op die manier. En dat hoeft niet altijd op de manier waar ik altijd doe. Dus, en oh, ik raak ook een vrouw en het lijkt wel of ik mezelf aanraak. Weet je wel, zulke ervaringen. Ja, dat voelt heel erg van, ja, dat is wat we nodig hebben. En ik zeg ook tegen die vrouwen, volgens mij hebben we dit nodig om vervolgens...
naar de man te kunnen zijn en helemaal te gaan in onze vrouwelijkheid, waardoor die man weer helemaal in zijn mannelijkheid kan staan. En ja, wij inderdaad weten van, oh, waar liggen onze, wat vinden wij fijn? Wat kunnen we kunnen die man daarin meenemen, maar ook waar liggen onze grenzen? En ja, prachtig mooi. Ik vind vind het een hele mooie ontwikkeling elke keer. Ja, absoluut. Je leert elke keer ook bij. Dat is ook zo mooi. Ja, ik roep tegen letterlijk alle mannen die bij mij komen, ga mannenwerk doen. Mm. En dus helemaal niet seksueel. Dat heeft ook niks met aanraking of zo. Of misschien maar aanraken wel, maar zeker niet met seksualiteit. Maar gewoon om er is iets heel helends om. Dus ik vermoed dat vergelijkbaar is met wat jij beschrijft, maar om andere mannen te ontmoeten die het lef hebben om kwetsbaar te zijn. Ja. En om eerlijk te delen over wat ze tegenkomen. Want toen ik zeg maar 18 of 20 of 25 was, dacht ik, mannen zijn horken. En de manier waarop ze over seksualiteit spraken, vond ik verschrikkelijk. Vrouwen waren dingen. Zo werd er over gesproken. En pas in toen ik mannenwerk ging doen, ontdekte ik, oh, maar wacht, dat is allemaal onzekerheid. Want die mannen worstelen met precies al diezelfde dingen waar ik mee worstel. Dat ze niet weten of ze wel mannelijk genoeg zijn. En onzeker zijn. En noem maar alle dingen op. En dat gaf mij zoveel ademruimte. Oh, dus ik mag onzeker zijn. De eerste keer dat een vriend mij vertelde dat hij soms worstelde om als een vrouw met pijpen was, om hard te blijven. Dat was van een opluchting. Oh, dus er is niks mis met mij. Ja, dat nog wel eens gebeurt. Ja. En in die ontspanning verdwijnt dat ook. Ja, ja. Want dat is zoiets magisch als je jezelf in eerste instantie toestaat, ik mag er zijn. En dat is soms in die ontdekking met mensen. Ja, dus voor een man denk ik met mannen. En ik gok voor een vrouw met vrouwen van, oh, dit is gewoon hoe dat werkt in mijn lijf. Ja. Of hoe dat werkt als man zijnde. En dus ben ik oké met mezelf. En dus durf ik dat ook sneller vervolgens naar mijn partner te uiten. Van, ik ben nu niet opgewonden, maar ik wil wel bij je zijn. Ja, precies. Ja. Ja. En eigenlijk ook dat alles, ook buiten het seksuele, ook even gevoeld mag worden bij iemand, hè? Want we lopen soms met we lopen soms met dingen rond die we niet willen uitspreken of waar we even niet in willen voelen, omdat we bang zijn als we daar naartoe gaan. Ja, dan is het zo, weet je wel. Dan kan ik niet terug. En ik zeg altijd, dit is de speelruimte, niet alleen om aan te raken, zo, maar ook om dingen uit te spreken waarbij je wil voelen. Als ik het uitspreek, wat voel ik? Ja. Kijk, als je hier weggaat, mij maakt het niet uit wat je ermee doet, maar. En ik stel ook wel die vragen, hoor. Ik ga ook wel een beetje uitdagen daarin. Van, hoe zou je je voelen als? En hoe zou je... En dat is super confronterend. Hè? Ja. Want soms komen mensen gewoon tot de ontdekking. Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet meer in die relatie zitten. Of misschien val ik wel inderdaad op het andere geslacht. Of mijn werk... Ja, eigenlijk moet ik daar nu mee stoppen, want ik word er ziek van. Ja. Hè, dus dat kan in allerlei dingen zitten. Of zelfs, ik voelde eigenlijk niks voor om die moederrol te doen zoals ik hem doe, zeg maar. Dus, en dat mag er allemaal zijn, weet je. Dat is ook een hele fijn iets. En dat vind ik zo mooi met seksualiteit, is dat natuurlijk zo. Maar in het dagelijks leven ook. En als we daarover kunnen praten qua seksualiteit, dan kunnen we dat ook over de andere dingen. Nou, precies. Want omdat seksualiteit natuurlijk een van zo'n kwetsbaar deel is van onszelf. Ik zeg wel eens, wat een vriend van mij zei, ja, seks is dat en geld is dat. Ik denk dat het ook waar is. Ja. Maar het probleem is, ik weet helemaal niks van geld. dus daar heb ik het niet over. Maar over seksualiteit wel. Want dat is een ontdekkingsreis voor mij geweest. Dus wat als we dat durven te ontmoeten? En dan, dan ga je dat ook wat meer in de rest van je leven durven te leven. Ja, absoluut. Ja. Want als ik dat op mijn meest kwetsbare plek durf... Ja. Oh, dan... Komt dat ook overal. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Nou, dat is leuk. Ja, ik heb wel echt met meerdere thema's. Ik voel ook altijd dat ik naar de seksualiteit word getrokken. Dat iedereen mij daar altijd op aanspreekt. Maar ik denk altijd, ja, maar
Ik vind het ook heel leuk om dit terug te pakken op relaties, op geld inderdaad, op opvoeding, op scholing, op... Ja, dat is wat ik van nature ben, weet je wel. Ooit wil ik gewoon van al die thema's lekker lezingen gaan geven en daar de diepte in gaan zoals wij dat nu doen. En seksualiteit is het ook een heel mooi thema daarin. Maar ik ben veel breder dan dat. Ik zou zo overal wel over kunnen en willen praten. Dat vind ik de bevrijding heel erg. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja en ik denk dat het steeds gaat over durven de kwetsbaarheid. Precies, in een onderwerp daar gaat ontmoeten. Het altijd om. De kwetsbaarheid van ik vind mezelf als vader of als moeder niet goed genoeg. Of de kwetsbaarheid van ik kan niet sparen. Of noem maar op. En dat is wel het bijzondere van seksualiteit. Is los van dat het heel kwetsbaar is, het is heel direct. Dus heel veel persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit en welke naam je het ook geeft, daar zit eigenlijk een soort vertraging in. Dus als ik iets aanga in mezelf, iets ontmoet in mezelf, dan kan dat een hele tijd duren voordat dat zichtbaar wordt in mijn leven. En dus geeft het ook heel veel ruimte om mezelf voor de gek te houden. In de zin van, ik ontmoet het, maar eigenlijk ben ik het uit de weg aan het gaan. Yeah. Spiritual bypass wordt dat vaak genoemd. Yeah. En dat gebeurt heel veel. Maar seksualiteit is heel direct. Yeah. Want ik ben met een partner en het stroomt of het stroomt niet. Ja, precies. En meer in mijn gezicht dan dat kan ik het bijna niet krijgen. Ja, precies. En daarom is het zo'n magische ontdekkingsplek. Dat als ik daar mezelf durf te ontmoeten en dat met een partner durf aan te kijken. Maar overigens begint dat steeds durf ik met mezelf aan te kijken. Ja. Ja, dan gaat zich dat echt wel uitwaaieren in de rest van mijn leven. En dat is eigenlijk de verwezenlijking, hè? Daar begint de verwezenlijking. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus als je van manifesteren houdt, ga je seksleven werken. Absoluut. Ja, dankjewel. Ja, jij ook. Ja, een bijzonder gesprek. Absoluut. Fijn je zo te ontmoeten. Absoluut, ja. Helemaal. En als mijn boek af is, dan gaan we weer een keer kletsen. Graag. Vind je dat goed? Ja, heel fijn. Ja, okay. Lijkt me mooi. Doen. Leuk. Ja. Leuk.